Zaterdag 29 september, de Voortse Braderie- en Vlooienmarkt. Wat gaat er allemaal gebeuren die dag? Wat gaat er gebeuren? Er komt een grote, we noemen het zelf al een grote jaarmarkt. Er komt een braderie. Een braderie is gericht op nieuwe handelswaar. Daarnaast komt er een vlooienmarkt daarnaast, gericht op het tweedehands gebeuren. Jongens, maar dan loop ik over de markt en wat ga ik dan beleven? Nou, vanuit de Marktstraat loopt men door naar de andere kant, zeg maar, naar de Janenstraat. Nou, als je in de Marktstraat bent, dan heb je al een heel breed assortiment aan vinylplaten, cd's. Nou, dan heb je al sfeer, muziek. Daar doe je al lang over dat je aan de andere kant bent, zeg maar. Je denkt normaal, de Marktstraat is heel kort, maar dan is hij heel lang, hoor. Ja, maar dan ben ik in de Julianastraat. En wat gaan we dan beleven? Julianastraat, daar komen meer dan 100 kramen te staan. We zitten nu op ruim 120 aanmeldingen, dus er komen sowieso 120 kramen te staan. En met een gevarieerd aanbod, zowel nieuwe handelswaren als tweedehands. Dus ook de mensen die van snuffelen houden, van de rommelmarktspulletjes, die zijn natuurlijk hier ook hartstikke welkom. Dus van alles wat de markt heeft, dat hebben wij in Dedemsvaart. Han, daar komt ook muziek bij, hè? Ja, klopt. Gezien het enthousiasme alleen al onder onze kraamhuurders, zeg maar, hebben we gezegd van ja, omdat het al zo groot wordt, zou het ook wel mooi zijn als er een stukje muziek is. He, om het geheel wat te omlijsten qua sfeer en gezelligheid. Mensen hier krijgen alle kans om lekker te flaneren in het dorp. We hebben een hele mooie marktstraat die voldoet perfect aan de eisen op dit moment. Je kunt de kramen lekker kwijt. Lekker bedankt voor de winkels. We houden nog genoeg stoepruimte over. En wat helemaal mooi is, mensen kunnen nog parkeren voor de winkel. Iedereen kan vrij in en uit het dorp rijden. We zetten geen straten af, helemaal niks. We moeten het samen doen. Iedereen die in het dorp komt, die zal zich een beetje schikken, denk ik, op het moment dat het heel druk is. Volgens mij, wat is het toch druk in het dorp? Nou, dan hebben we dat maar mooi van elkaar gekregen met elkaar. Maar het begint om 10 uur en eindigt om 4 uur. En als mensen zich willen aanmelden voor de markt, dat kan nog steeds, hè? Dat kan nog steeds. Mensen kunnen naar onze Facebookpagina gaan. Dan kunnen ze zoeken op de Voortse Braderie en Vlooienmarkt. En dan leggen ze contact met ons en dan wordt een reservering geregeld. Oh, en de prijs van de kraam is? Kramen zijn 15 euro. Het zijn kramen van 4 meter lang met een mooi dakje erop, dus iedereen staat droog. Grondplekken zijn ook te verkrijgen voor 2,50 per meter. Ik heb gehoord dat het weer goed wordt. Nou, dat is helemaal goed. Als we weer goed en als goed gezin zijn, jongen. Nou, meer hebben we niet nodig, hè.